Reacties, infoavond, natuuraanpassingen bij vakantiepark Topparken. Kerstparadewagens in aanbouw. Brug Veeweg komt er, maar het heeft wel lang geduurd. Topparken, residence Valkenburg in Schinnepgeul, heeft voor uitbreiding gevraagd met een brug in Engwegen voor hun camping. Paul van Weers, voorzitter van de Heerlijkheid in Schinnepgeul. Wat betekent dat voor u dat Topparken hey, uitbreiding gaat houden met een brug? Ja, dat is voor ons ook even afwachten wat dat project precies gaat betekenen. Ik kan me herinneren dat voor een 2000, dat de toenmalige dorpsraad ook met dat idee en met dat project begonnen is. En in 2002, 2003 is dat uiteindelijk, of heeft dat geleid tot heel veel reacties van de omwonenden, vooral de mensen van Kuitenberg en Engwegen, die brug, wat er toen gepland zou worden, die zogen dat niet zitten. Maar als ik dat even zo kan bekijken, dan zie ik toch dat nog heel veel van die bewoners van toen nu ook nog op de Kuitenberg en in Engwegen wonen. Dus ik kan me binnen niet voorstellen dat de reacties nu anders zullen zijn als 15 jaar geleden. Er is al een plan verschenen van het inrichtingsplan, wie het genoemd werd, Schinnepgeul Schoonbron. En dan praten we nog niet eens over Natura 2000 gebied, wat de geul vult zelfs onder Natura 2000. En dat is toch een hele, hele zware ingreep dan. Ja, zeker vooral Natura 2000, want dat is, daar mocht ze nog niet naar kijken, zwijgen van aankomen. Maar ja, daar ook, bedoel veel, en daar zijn stichtingen en clubs die, en ook de dorpsraad, de heerlijke Schinnepgeul, die toch de boel in de gaten houden. En vooral boven het Nusjus over hebben, dat randgebied aan de geul, want daar hebben een voetpad van Eikenderweg naar Wielren toe. En dat, ja, als we even dat niet in de gaten houden, dreigt dat misschien ook te gaan verdwijnen. En dat zou toch wel doodzonde zijn. Hè. Dan laat van die brug maar weg. En dan alle aandacht voor dat voetpad. We gaan naar de drukbezochte hoorzitting in het Geboe in Schinnepgeul van vorige week. Daar stelde een bewoner de vraag over de plaatsing van de brug over de geul. De heer Frenke van bureau Boot en wethouder Vermeer gaven duidelijke antwoorden. Binnenkort worden nog 2 avonden georganiseerd waarbij bewoners hun ideeën en voorstellen kunnen bespreken met de directie van Topparken. Een technische vraag. Ik hoorde er wel ook plannen voor een brug. Ja. En ik denk dat die ergens dat plekken van het pad waar het nu loopt gepland zijn. Vraag ik me af, als je dat een brug bouwt, dan moet je die oever ervoor zorgen dat die niet kan meanderen. Ja, een brug in dit soort gebieden wordt een hele dure brug. Ja, misschien even goed om toch even op die brug terug te komen. Die brug, dat is een van onze plannen geweest. En ik wil vooral ook zeggen geweest, want wij hebben wel echt vernomen dat er behoorlijk, er zijn wat voorstanders, maar dat er veel meer tegenstanders zijn. Dus bij ons is die verdwenen uit onze plan. Hij zit er nu ook niet meer in. Dus, zo. Maar bij de gemeente nog niet, want die stond in begroting en vergadering. Dus ik weet niet in hoeverre jullie dan daar met de gemeente over gecommuniceerd hebben. Daar zit meneer Vermeer, die gaat over dat onderwerp economie. Waarin dan die brug over de geul vernoemd is geworden. Ik kan me niet herinneren dat in de gemeente iemand geweest is die brug geëist of gewenst heeft. En het is een vraag geweest van de initiatiefnemers. Het leek hun wel wat, maar als daar tegenstand tegen is, dan schrappen ze dat uit het plan. En ik kan me niet voorstellen dat een gemeentehuis iemand rondleeft die zegt: ik wil die brug, als niemand dat wil. Zaterdag 18 november is de eerste avond dat de kerstparade weer door Valkenburg trekt. We zijn in Schimmert in de loods waar Jurgen Kolaris met zijn medewerkers drukdoende is om de 8 wagens voor te bereiden voor een hele mooie kerstparade. Jurgen Kolaris, 12 jaar geleden ben je begonnen met een geweldig project, de kerstparade in Valkenburg. Vertel eens, wat heeft er in het begin allemaal gespeeld?
We zijn 12 jaar geleden begonnen. Ik zat bij de Stichting Kerststad Valkenburg. Ik werkte destijds in het Openluchttheater en van Doodborg in de Wintermonje. Door de gemeente bij de stichting gezet om creatief te zijn, ideeën te verzinnen. En verzoten toen in Valkenburg met het probleem dat ze heel veel uur overdag bij die merentas. Met service gingen die toezeggen, dan worden die weg. En verzochten dus nog het wat een brug ging vormen tussen het dagprogramma, de grotten, en lui het service doorhouden. Nou, toen is het idee van de kerstparade geboren. Nu staan we hier in de loods, weer bezig aan een achttal nieuwe wagens. Mm-hmm. Dat is een heel project, daar zijn heel veel medewerkers voor nodig om dat rond te krijgen voor 8 in november. Ja, verboer er geen 8 nu dit jaar, dat moet ik meteen erbij. We hebben vorig jaar 2 nieuwe, er zijn er dit jaar in totaal 4 gans nu. En een aantal wagens werden nu omgeboerd naar een nieuw technieksysteem wat we gaan invoeren. Dus het heeft wel een ganse nieuwe look. Dat zijn heel veel lui benodigd, ja. Heel veel handige handjes, schilders, hier rent van alles in en uit wat doorzien passie in gevonden heeft in de laatste jaren. Ja. En dan hebben we hier een bijzondere wagen gezien, we mogen er nog niet veel over vertellen, maar laat voor het gewoon nemen, de Chinese wagen. Ja. Wat wilt ze daarover vertellen? Nou ja, Valkenburg is in een stedenband aangegangen en we hebben van de gemeente te vroeg gekregen, want we willen dat ook in de parade tot zijn recht laten komen. En daar hebben we een wagen in dat thema omheen geboet. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben een hoop spullen rechtstreeks uit China aangeleverd gekregen. We hebben een prachtige, echte, authentieke, traditionele draak die op de wagen verwerkt is. Ice carving hier shimmert. Hij heeft voor ons een prachtig beeld gemaakt van Li Bai, de beroemde Chinese dichter. Je mocht daar dadelijk best wel een paar dingetjes van laten zien. Het is een schitterende wagen, ja. Dan heb ze 4 jaar geleden is zich de schrik om het hart geslagen bij de beroemde brand op het Leeuwterrein. Wat is daar eigenlijk positief uit voortgekomen? Ja, nou, in eerste instantie schrokken we ons dood. Alle wagens stonden door en ik kreeg een melding het service van, die parade staat in brand en er is niks van overgebleven toen. En toen word ik wel bang. Ik denk, ja, dat wordt het. Want we worden met heel veel beperkte middelen overigens van alles opgeboet. En eigenlijk wat er nog gebeurde, vond je heel mooi, want ineens begon je in Valkenburg geluiden op te gaan van, ja, maar wacht even, dan laat het voor ons niet afpakken. En dan begon je de ondernummers en die zaten een pot op de toonbank voor geld in te zamelen. Er melden zich particulieren, er melden zich bedrijven van, wil ik het doen. En gaandeweg, doordat jou wel duidelijk dat vertrok doorkoosten, toen hebben we uiteindelijk in september van het jaar groen licht gekregen. Toen moest eigenlijk alles opnieuw geboet worden. Nou, toen hebben we met een enorm team van 6 weken tijd hebben we die vorige parade op de grond gestampt. En ja, toen heeft het zich weer kunnen ontwikkelen. Fantastisch. Het echt gedragen door Valkenburg. Ja. 8 november is de eerste dag dat de parade naar boete toetrekt, zullen we maar zeggen. Voor dich ook heel belangrijk het veiligheidsaspect wat rondom die parade gaat spelen. Wat is daar die mening over? Wat is daar die indruk over? Ja, ik denk dat voor vorig jaar zijn hele grote stappen gezet al in Valkenburg in overleg met de gemeente. Wie controleren voor die enorme hoeveelheden lui die naar de parade willen komen. Er is een commandocentrum ingericht met monitors, camera's, wordt de hele route bewaakt. We moeten straten afzetten op een gegeven moment. Dat is even van elk jaar opnieuw een zeuken van wie kan dat het beste doen. Wie verwiezen, verliezen veel mogelijk naar het Walrumplein, waar we eigenlijk voldoende plek hebben om te kieken. Dat is een doorlopend proces. En we hebben dan hoeven te praten 2 lui die zich daar specifiek mee bezighouden. En vorige week hebben we ook met alle andere organisaties hebben we gezamenlijk bijeengezet om te kijken wie gaat naar de toekomst die veiligheid nog beter vormgeven rondom die kerstperiode. Tot slot, de waardering voor dich en die vele medewerkers, die bleek natuurlijk uit het feit dat tienduizenden mensen telkens langs de route staan. Ervaart zich dat ook zo? Ja, het is, als je af en toe het schoesteren best, en het is nu gelukkig nog niet zo koud, met kent die vies koud zit, dan denk ik, zoals voor door voor het vuur. En als je dan de eerste keer die straat inruidt, en de zus die lui, en dan met name die kinger, die met zo'n ogen stond te kijken naar wat er allemaal gebeurt, dan leest er nou op social media de reacties. Ja, dat is zo motiverend voor iedereen, want het is natuurlijk niet alleen een ploeg ook die boet. We hebben een team van binnen 40 man die het begeleiden. Met alle dansers, alles erbij, zijn er 340 lui die elk jaar toch weer tussen de 12 en de 15 keer gemotiveerd werden om zich op gewoon een zorgelijk bijeen te pakken en het ganse spel weer op de wagen te zetten. En ja, ik denk dat ze dat alleen maar kent als ze die motivatie ook kreeg vanuit het publiek en die kriegen. Dat is fantastisch. Ja.
Op de vroege zaterdagochtend in de loods in Schimmert, een van de medewerkers aan de kerstparade met Jurgen Kolaris is Ralf. Ralf, wat heeft jou ertoe aangezet om hier aan dit project mee te doen? Ik ben op een gegeven moment gevraagd door een vriend om in te vallen als chauffeur. En uiteindelijk ben ik blijven plakken en ook mee gaan bouwen en dergelijke. En dat bevalt nog steeds na die 4 jaar? Ja, ja, heerlijk. Het is hartstikke leuk om te doen. Ik ben in principe geen kerstpersoon, maar kerstparade is toch iets waar we elk jaar met z'n allen naar uitkijken. Paul Lave, geboren in 1960, en zijn oudere broer Frans Lave, geboren in 1955, beide uit Valkenburg, exposeren tot eind van dit jaar op de benedenverdieping van de Heuveland Bibliotheek Valkenburg, gevestigd aan de burgemeester Hens Singel, met respectievelijk schilderijen en foto's. De Odyssee van Homerus inspireerde Paul Lave, afgestudeerd aan de Kunstacademie, tot het maken van een aantal interpretaties op het epische werk van de Griekse dichter. Broer Frans Lave is al sinds zijn jeugd hobbyfotograaf. De natuur rond het gebied Euvrum in Valkenburg vormde het decor voor de foto's die hij nu exposeert. We staan hier op het pad van Schinnepgeul naar Valkenburg, beter bekend als het wandelpad langs de drie beeltjes. En u hoort dan het geluid dat hier allerhande zaken bezig zijn. Ze zijn aan het heien om binnenkort hier de brug over de geul te komen leggen in het kader van de GOMV. Wat dat allemaal betekent, vragen we vandaag aan Paul van Weersch, voorzitter van de Heerlijkheid Schinnepgeul. Ja, het is een onderdeel van het project Buitengoed Geul en Maas. Dat is een project dat is door de provincie is dat in het leven geroepen. En dat, die willen dus de groene zone vanaf Maastricht, Noormeersche, Valkenberg en Schinnepgeul. Dat wil men dus herinrichten en opwaarderen op plekken en momenten waar dat aan de orde is. En met dat herinrichten en opwaarderen wordt bedoeld de historische panden die in die groene zone liggen, de aandacht te geven, hetzij op te knappen, hetzij in te richten. En daar heeft men dus een hele hoop gegadigden benodigd. De belanghebbende erin zit is uiteraard de overheid, de gemeentes, eigenaren van panden, dorpsraden, ondernemers die allemaal betrokken waren in het realiseren van dat project Buitengoed Geul en Maas. En dat zal ook het waterschap zeker zien. En daar zit het waterschap uiteraard ook bij, joh. Want, die paden die liggen dus heel lang, hè? Want 4 jaar geleden hebben ze die paden, zeer snel aangelegd in het kader van dat project Buitengoed Geul en Maas. Ja, en toen wordt het wachten op de brug. En hebben ze enig idee waarom dat die brug nu zo lang op zich had laten wachten? Nee. Dat hebben we nooit precies gehoord, wat de oorzaak was. De vergunningen die zijn, als ik het goed weet, sind die pas het afgelopen jaar sind die pas uitgegeven worden. Dus dat heeft ook heel lang geduurd. En wat er precies de reden van is, ik denk dat misschien geld in rij is geweest. Waarom het niet gerealiseerd is geworden, direct nadat de paden gelakt zijn geworden. Maar ja, dat houdt niet veel gezegd. Of de paden worden weer toegegroeid en dan wordt het geld moet 2 keer uitgegeven worden. De vrijdag werd deze brug dus inofficieel geopend, ja? En in december werd de officieel geopend. Ja. Verzint erg blij, denk ik, in Schinnepgeul dat dit ommetje gerealiseerd is, ondanks de extra en hoge kosten. De begrotingsbehandelingen 2017 begonnen een beetje roerig. In het voortraject maakte Gertie Silverton bekend dat zij van het CDA naar de VSP over zou stappen. En Lloyd Magemans maakte een keuze en trad opnieuw toe tot de raad ten nadele van de D66-fractie. En ter voordele van hemzelf, want hij treedt dan ook toe tot de VSP-fractie. 2 zetels dus voor de VSP zonder dat er verkiezingen zijn.
Ik vroeg aan Lloyd Wagemans waarom hij koos voor de gemeenteraadszetel. De kiesraad geeft nou eenmaal die mogelijkheid. Een aantal fracties in de gemeenteraad zeggen ook dat het kiezersbedrog zou zijn. Dat zijn juist de landelijke partijen die dat ooit al eens gewijzigd hadden kunnen worden. Daarnaast is de VSP een belangenvereniging, dus we hebben geen ideologieën. Dus mijn liberale D66-standpunten breng ik ook daar naar binnen. En daar zitten dus verschillende mensen die ook andere politieke achtergronden hebben. Dus het helemaal D66... Gedachtegoed zal er niet verdwijnen. Nee. Dat zit er toch eenmaal in. Dat is een schrale troost voor de D66 die u met deze handeling natuurlijk uit de gemeenteraad wipt. Ja, vind ik ook zeer spijtig. Maar ik heb net voorgedragen waarom ik daarvoor gekozen heb. Mm-hmm. Als ik D66 raadslid was geweest, had ik zelf deze keuze dus niet gemaakt. Laat ik dat wel zeggen. Wat vindt u eigenlijk van de kritiek van de gewone mens op de sociale media, op deze move van de VSP? Nou, er zijn een enkele die altijd iets te zeggen hebben, of het nou goed is of slecht. En het is een heel beperkt groepje. Ik had gehoopt dat ze zich beter zouden informeren wat de aanleiding was geweest. Mm-hmm. Want ik zelf ben niet de aanleiding hiervoor. Ik heb dan na de aanleiding liggen ergens anders en daar heb ik mijn verantwoordelijkheid in genomen. Laatste vraag, wordt u nu ook de nieuwe lijsttrekker voor de VSP? Ik word niet de nieuwe lijsttrekker van de VSP. Nee, daar zijn we nog niet uit. Dat moet ook overigens de algemene ledenvergadering uitwijzen. Op dit moment zitten we tegen de 50 leden aan. Dus die zullen een lijsttrekker kiezen, maar daar ben ik niet de voorgeschoven man voor. U verkondigt wel het standpunt van de VSP, terwijl er nog geen programma en ook nog geen verkiezingsprogramma is. Hoe moeten we dat rijmen? Wij zullen in het gedachtegoed van ons concept, verkiezingsprogramma, de standpunten gaan innemen. Dat zal binnenkort wel bekend worden gemaakt. We zijn niet de enige die nog niet naar buiten is gekomen met het verkiezingsprogramma, maar dat is voor 90% af. En ook de ALV zal daar haar uitspraak over moeten doen of ze daarmee akkoord zijn. Voorafgaand aan de raadsvergadering werd Lloyd Wagemans beëdigd als raadslid. Hij legde de belofte af. Hij ontving van burgemeester Schreijen bloemen en applaus van de collega-raadsleden. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.